Hi iedereen, ik ben Natasja en welkom bij Yoga at Home with Yogini Sue. Het is alweer de vierde aflevering en ik vind het ontzettend leuk met jullie. We hebben Bubbles weer verstopt. Waar is die nou? We zien wel, maar nu gaan wij lekker opwarmen. We gaan vandaag na de opwarming ook herhalen wat we de vorige keer hebben gedaan. De Sun Salutations, we hebben er nu twee volledig geleerd. En we gaan ook wel wat nieuwe oefeningen doen. Vandaag focussen wij op wat kracht. Goed, let's go! We beginnen zoals altijd met de hoofdbewegingen. We gaan kin op de borst plaatsen. En omhoog kijken. Kin op de borst plaatsen is een uitademing. Je schouders blijven laag. En omhoog kijken is een inademing. Ga door. Uitademing. En inademing. Heel goed. Vandaag niet moe. De handen mee omhoog nu. Inademing. Handpalmen bij elkaar. En uitademing. Vingertoppen op de mat. Inademen. En uitademen. Heel goed. Laatste keer in. En uit. Heel goed. Gaan we even checken hoe wij zitten op de mat. We zijn inmiddels geland. En kijk even naar je buik. Probeer je navel te voelen. Je plaatst een hand op je onderbuik en een andere op je borst. Goed, we gaan ademen. En bij het ademen wil ik graag dat je focust op het groot maken, het groter worden van je buik. Je gaat dus je ademhaling niet in je borst zo proberen te voelen, maar proberen om je buik met lucht te vullen wanneer je ademt. Yes? En wanneer je uitademt, druk je navel naar binnen. Ik zou hem graag een paar keer met jullie willen doen. Deze oefening maakt ook heel rustig. Gaan we ervoor. Adem in. Je buik komt naar buiten. Een biggie beren. Adem uit. Navel naar binnen. Heel erg goed. Nog een keertje. Adem in. Grote buik. Adem uit. Goed zo. Adem in. En adem uit. Goed. En los. Je zou kunnen merken dat terwijl je bezig bent, dat het soms wel lukt om met je buik te ademhalen. En soms de adem weer omhoog komt. Dat is helemaal niet erg. Daarom is het belangrijk om elke dag te oefenen. En ook op momenten dat je je gestrest voelt. Of dat er veel om je heen gebeurt. Of als je 's avonds in bed ligt en je kan niet slapen omdat je aan van alles en nog wat denkt, is zo'n ademhalingsoefening ontzettend prettig om je rustig te maken. Deze ademhaling hou je vast in de belly breath gedurende onze practice. Goed zo. Wij gaan het hoofd nu bewegen van links naar rechts. Wij gaan rechts naar achteren en links voorlangs. En rechts naar achter. En links voorlangs, andere kant. Links naar achter. En doordraaien. Nog een keertje. Links naar achter. En rechts. Heel erg goed. Kennen we de chicken wing armen nog? Die gaan wij gebruiken om de schouders los te gooien. Yes? Let erop dat je ellebogen en je schouders op één lijn zijn. En we gaan lekker bewegen. We gaan van voren omhoog kijken. Borst open en naar achteren. Heel goed. Naar voren. Omhoog en naar achteren. Andere kant. Van achter open je borst. En voorlangs. Kan je ellebogen bij elkaar brengen? Naar achter. En voorlangs. Heel goed. Strek je armen uit en plaats je rechterhand
op de mat naast je. En je linkerhand die reikt omhoog op de diagonaal. Als het lukt, plaats je elleboog op de mat. Let wel, beide zitbordjes blijven op de mat. En je voelt een stretch in je zij. Adem in, kom naar het midden bij de armen omhoog. Adem uit. Maak je lang, 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 lang. Let op, als je omhoog komt, druk de zitpotjes weer in de mat. Kom weer omhoog. En we gaan een rotatie doen van het wervelkolom. Als je schouders hier zijn, druk ze naar beneden. Ruimte tussen de oren en de schouders. En wij gaan draaien. En uitademen en nog een keer draaien. Eigenlijk moet ik zeggen roteren. Net alsof je je wervelkolom wil uitbrengen. Nog één keertje. En andere kant. Heel goed. Kijk nog eens omhoog. Maak je lang. Schouders laag. Heel goed. We gaan even met de heupen aan de slag. De butterfly. Tot nu toe hebben we die elke week gedaan. Het is ook een ontzettend goede oefening voor het openen van de heupen. Plaats je duimen in het midden van je voetzolen. Hou je voeten vast. Sommige mensen vinden het ook prettig om dat op een andere manier vast te pakken. En dat is de tenen. Ieder zijn eigen voorkeur. En wij gaan fladderen. Heel goed. Let wel wanneer je fladdert dat je niet inzakt, maar dat je met de borst omhoog blijft. Heel goed. En dit mag je vrij hard doen, rigoureus. Ik hoor allerlei gekraak hier. Dus als jij dat ook hoort, is het helemaal niet erg. Soms zitten we extra vast. Hoor je dat geluid? Dat zouden we het liefst willen horen. En langzamer, langzamer. Heel goed. Vandaag gaan we ook de benen openen. We gaan zo langzamerhand steeds wat verder in de stretches. Open je benen. Hij mag hier, hij mag hier, zo ver als jij kan. Let wel, wanneer je de benen open hebt, dat je je billen naar achteren duwt. Ik ga het ook even van de zijkant laten zien. Je benen zijn, maak je open. Soms hebben we een neiging om dus zo te gaan zitten. Dat willen we niet. Zie je die ronding? Wat we willen is dat we het bekken naar achteren kantelen. Lukt het nog niet met de benen gestrekt, kan je de benen ook buigen en dan naar achteren kantelen. Yes, van hieruit gaan wij naar voren komen. Zij het met gebogen knieën, zij het met gestrekte knieën. Heel goed. Kom zo ver als jij kan met een rechte rug. Je weet, wat we niet doen is dit. We blijven voorkijken en duw je billen naar achteren. Je benen zijn gespannen en je tenen zijn omhoog. En als je tot hier komt en je voelt een goede stretch aan beide zijden, dan is dat voldoende. Kom je wat verder, focus nogmaals op je ruggenwervel die zo recht als mogelijk is. Je mag wat verder komen, zover je kan, zonder dat je je bovenlichaam in een ronding plaatst. Heel goed. En als je denkt, ik kom nog helemaal niet zo ver, dat is helemaal niet erg. Ik kon dat ook vroeger niet. Dat komt door yoga dat ik dat nu kon. Dus ik zou zeggen, blijf lekker meedoen. En blijf vooral oefenen, want dat is de key. Goed, je benen die ga je dichtvouwen en we gaan herhalen wat we de vorige keer gedaan hebben. We gaan opstaan. Hoe staan wij op? Je benen vouw je naar binnen toe. Billen omhoog, kom naar voren. Je tenen op de mat. En je kent het wel, je handen naar je voeten of je voeten naar je handen. Wij hangen altijd heel even. Dit is onze mooie manier van opstaan. En werveltje voor werveltje. Komen we staan in de mountain pose. In de Tadasana.
Goed, we beginnen met de gemodificeerde versie, de modified versie van de Sun Salutation A, de Surya Namaskar A. Maar je weet, als je bekend bent met de versie die unmodified is, de originele versie, of je merkt dat het lichaam dat goed oppakt, dan mag je natuurlijk die doen. Ieder op zijn eigen niveau. Let's go for it. Sta in je mountain pose, Tadasana. Schouders rooien naar voren, naar je oren en naar achteren. Bekken kantel je naar binnen toe. Onderste buikspieren, die zijn aangespannen. De billen zijn aangespannen. Je kijkt recht voor je. En je ademt in. En kijk omhoog. Adem uit, flat back. Kom naar beneden, billen duw je naar achteren. En je plaatst je handen op de mat. En als je benen niet kan strekken, dan mag je die gebogen houden. Kijk tussen je benen in. Adem in. Een mooie rechte rug en je kijkt naar voren. Je ademt uit en je stapt naar achteren. En je plaatst je knieën, je borst en je kin op de mat. Je ellebogen hou je dicht bij het lichaam. Adem in, schuif naar voren, plaats je brief op de mat. En je komt in een baby cobra. Adem uit, tenen weer op de mat. Billen omhoog, druk omhoog. Gebruik de kracht van je armen. En kom in een gemodificeerde downward facing dog. De vingers zijn gespreid op de mat. Je gewicht evenredig verdeeld tussen je voetzolen en je handpalmen. Duw weg, maak je lang, lang, lang vanuit je kruin naar je staartbeen. Heel goed. En probeer ruimte te maken tussen de schouderbladen. Dus let wel dat je niet gaat hangen in je schouderbladen zo. Maar dat je, wat we ook wel zeggen, de oksels dichtdraait. Heel goed, heel goed. De ademhaling, dat is de buikademhaling. Adem in. En uit. Nog een keertje. In. En uit. Kijk tussen je handen. En adem in. Stap naar voren toe. Flat back meteen. Adem uit. Kijk tussen je benen. En adem in. Kom weer omhoog. We gaan direct door met de unmodified versie. Adem uit. Heel goed. Adem in. Kijk naar voren. Je mag door je benen en springen naar achteren. En je komt in een lage push-up Chaturanga Dandasana, duw naar voren. Slechts je vrieven komen op de mat. Je schouders duw je naar achteren. Je kijkt omhoog. En dit is een inademing. Dit is je upward facing dog. Kom naar achteren. Als je kan, rol je over je tenen heen. En je komt in jouw downward facing dog. Dezelfde cues. Als het je lukt om je benen te strekken, mag je die strekken. Maar let wel, wat we niet willen, is gestrekte benen met een gebogen rug. Dus als je hier bent en je strekt je benen en dit gebeurt, hou hem liever hier. Als je je benen kan strekken en je bovenlichaam beweegt niet, dan hou je hem hier vast. We gaan voor de ademhaling. Adem in, buik naar buiten. Adem uit. Heel goed. Met elke uitademing strek je je langer uit. Adem in. Adem uit. Kijk tussen je handen. En spring. Adem in. Flat back. Adem uit. Forward fold. Adem in. Kom omhoog. En adem uit. Goed gedaan. Wij gaan naar de Sun Salutation B. We hebben vorige keer de verschillende asanas van de B los behandeld. We hadden namelijk de chair pose. Ik laat hem even zien om te herhalen. Dat was deze. Dik. En omhoog. Wij hadden ook de warriors. Dat zag er zo uit.
vanuit de downward facing dog maakten we een hele holle rug. Je knie kwam naar voren toe en we zorgden ervoor dat we met genoeg kracht onze voet tussen onze handen plaatsen, heel op de mat, op de diagonaal, en we komen omhoog met kracht van de benen. Deze hebben we vorige week behandeld en samen geregen in de Sun Salutation B. We gaan hem samen doen. We doen zowel een gemodificeerde en een ongemodificeerde versie. We gaan nu voor de Sun Salutation B, gemodified. Let's go. Wanneer je inademt, doe je nog niets. Wanneer je uitademt, zak je door je knieën. Als het kan, tik op de mat en adem in. Kom in je chair pose. Kijk omhoog, schouders en laag. Adem uit. Een forward fold. Adem in, je flat back. En adem uit. Als het kan, spring naar achteren. Knieën, borst en kin. Adem in, baby cobra. Adem uit, onze eerste downward facing dog. We zijn bij de 3 in de B. Heel goed. We gaan even beentje naar achteren en naar voren swingen. Stap, heel en omhoog. Zorg voor een mooie 90 graden hoek bij je been. Zorg voor strek in je achterste been. En kijk omhoog, schouders en laag. Adem uit, naar achteren. Sluit weer aan, knie, borst, kin. Adem in. Adem uit. De tweede downward facing dog. En we gaan nu voor de linkerkant. Adem in. Stap, heel en omhoog. Je heupen die wijzen naar voren. Adem uit. Sluit aan. Knie, borst, kin. En omhoog. Derde en laatste downward facing dog. Twee goede buikademhalingen. Let's go. Adem in. En uit. In. Kijk naar voren en uit. Spring. Flat back. Adem uit. Forward fold. En we gaan voor die chair pose. Adem in. Chair pose. En adem uit. Sluit aan. Gaan we voor de tweede. En deze keer gaan we kijken waar de uitdagingen liggen. Let's go. Adem in. We doen nog niets. Adem uit. Tik en omhoog. Heel goed. Hier is het bekend. Spring naar achteren. Chaturanga Dandasana. Upward facing dog. Schouders naar achteren. Span je onderste buikspieren aan. Niet hangen in je onderrug. Downward facing. Kijk naar voren. Je been. Naar voren. En omhoog. Goed zo. Adem uit. Sluit aan. Upward facing. En adem uit. Downward facing. Adem in. Stap. Omhoog. Warrior one. Adem uit. Sluit aan. Upward facing. Adem uit. Downward facing. Een mooie downward facing. Soms moet je even adjusten. Billen goed naar achteren. Adem in. En uit. In. Kijk naar voren, spring. En uit. Forward fold. Midden zijn laag. In. En we eindigen. En we gaan weer verder met wat nieuws. Goed gedaan. Je kent er nu
based on salutations en we hebben goed herhaald. Probeer het zo vaak mogelijk te doen. Goed, de sun salutations zijn voorbij. We zijn lekker warm. We zijn helemaal bezweet als het goed is. En we gaan nu op de mat weer komen, omdat we aan wat kracht gaan werken. Het is ook nodig. Yoga is flexibiliteit, yoga is rust van binnen, maar yoga is ook kracht. Let's go! We gaan natuurlijk niet gewoon liggen of zitten, maar we gaan het mooi doen. Let's go. In. Uit. In, flat back. Uit, stap naar achteren en buig je knieën. En kom in een tabletop. Een tabletop, een tafelblad. Waarom noemen we het eigenlijk zo? Plaats je weer even op de mat. Nou, als mijn rug een tafel was en ik was zo, dan blijft er niets op. Als ik zo ben, ook niet. Wat ik graag wil, is dat mijn ruggenwervel zo parallel mogelijk aan de vloer is. En dat kan ik doen door mijn buikspieren stevig aan te spannen. Door niet te hangen in mijn schouders, maar weg te duwen van de mat. Je vingers al je gespreid. Die plaats je op de mat, die plant je in de mat. Je polsen, je ellebogen en je schouders, die zijn op één lijn. We willen niet dat het zo is. We willen niet dat het zo is. Ook niet als we gaan bewegen. Reden daarvoor is zodat je genoeg kracht kan uitoefenen op je handen. En niet gaat hangen in je schouders. En als ik zeg handen, bedoel ik in feite je polsen. Het kan dat je in het begin, wanneer je dergelijke oefeningen doet, wat pijn gaat krijgen in je polsen. Want nogmaals, er komt nogal wat kracht op die polsen terecht. Wat je dan kan doen, is op je billen komen zitten, je handen in elkaar en te draaien. Sowieso, anytime dat het te zwaar wordt, aan de andere kant, anytime dat het te zwaar wordt, neem je even een break. Je kan Yoga at Home with Yogini Su natuurlijk ook op YouTube bekijken. YouTube kanaal van Supreme Suriname. En dan pak je hem de volgende dag bijvoorbeeld weer op. Yes? Goed. Let's go. Dus we waren hierboven en we hebben gestapeld boven elkaar. Maar wat dacht je van die heupen? Die heupen die zijn ook recht boven die knieën. Ook hier willen we niet dat het naar achteren nog te veel naar voren. Alles is recht onder elkaar. Zo ook die voeten, niet naar binnen, niet naar buiten. Nou, als we kijken naar de knieën, de afstand tussen de knieën is ook belangrijk. Ik ga even naar voren draaien en laten zien wat de afstand namelijk moet zijn. We willen hem op heupbreedte. Dus bij mij is dat hier. Stel dat ik het hier zou hebben, is dat niet zo handig. Heupbreedte, dus mijn heupbot. En mijn knie zijn recht onder elkaar. We willen me ook niet te dicht bij elkaar hebben. Draai ik weer naar voren. De reden waarom we heupbreedte aanhouden, de reden waarom we letten op al die hoeken, is zodat wanneer we gaan balanceren, dat we niet omkieperen. Yes? Goed. We gaan voor de catcalls. En de catcalls die gaan als volgt. Let op die ademhaling. We gaan inademen. En als je inademt, kantel je bekken naar achteren, je borst komt naar voren en je hoofd komt omhoog. Als je uitademt, kantel je bekken naar binnen en je kijkt naar je navel toe. Zo ben je als een boze kat. Yes? Adem in. Dit is de kou. En adem uit. Dit is de cat. Oké. Wat we ook gaan doen, is de tiger. De tiger, die doen we door één knie op te tillen. En let wel, je blijft op dezelfde manier kracht uitoefenen op alle vlakken die de mat raken. Wat we niet willen, is dat je gaat hangen naar links en rechts. Je knie komt omhoog. En je tenen, die hou je gestrekt. Kijk omhoog. Zelfde beweging als de kou, maar je been komt mee. En je spant je buikspieren aan, zodat je niet te veel hangt. Wanneer we de cat doen, komt je knie naar binnen. En we gaan weer
Inademen. En uitademen. Heel goed. Gaan we wisselen van been. De cat, cow en tigers. Die doe ik vaak zelf ook achter elkaar. Het is een fijne oefening. Here we go. Omhoog. En terug. Knie richting je voorhoofd. Maak je rond. Omhoog. En terug. Plaats hem neer. Even op je billen komen zitten. Handen in elkaar. En we gaan even de polsen losdraaien. Andere kant uit. We gaan nog een laatste oefening doen voordat we afsluiten. We hebben hard gewerkt vandaag. We focussen op kracht en we gaan nog één oefening doen om die buikspieren wat aan te wakkeren en ook die schouders. Kom weer in de tabletop. Let op al je cues. Vingers gespreid. Armen boven elkaar. Let ook op de ellebogen. De binnenkant van je ellebogen die zijn naar buiten. Zak niet door je ellebogen, maar hou ze altijd gestrekt. Goed. Nu ga je je tenen op de mat plaatsen. En je gaat wegdrukken, buikspieren aanspannen. En je gaat zo ongeveer 10 centimeter zweven, hoveren van de mat. Hou hem even vast. En let op, diezelfde tabletop hou je aan. Niet inzakken, niet hol. Diezelfde stevige tabletop. Zak je knieën weer terug op de mat. Met liefde. En kom even naar achteren. En waarom zeg ik met liefde? Soms als we het wat zwaarder krijgen, dan willen we boom, zakken. En dat is niet goed voor de knieën. Let's do it one more time. Van hieruit, druk weg van de mat. Buikspieren aanspannen, 10 centimeter. Heel goed. Span je buikspieren, druk weg van de mat. En als je het voelt branden, dan doe je het goed. Heel goed, hou hem nog even vast. En met liefde weer terug. Gaan we nog één keertje doen. Deze mag je ook blijven oefenen van de week. Krijgen we sterke armen van en mooie buikspieren. Goed. Last time. Wegdrukken en omhoog. Hou hem vast. En zet hem neer. Heel goed. Vouw je onderbenen naar binnen toe. En we komen op dezelfde manier weer zitten. Til je op. Zoals in het begin. Wij gaan afsluiten. Ik groet alvast. Ik vond het een fantastische aflevering. Omdat we vandaag toch ietsjes verder de uitdaging hebben opgezocht. Ik weet zeker dat het jullie is gelukt. En ik weet ook dat indien het niet is gelukt, jullie zeker via YouTube het programma zullen terugkijken om alsnog te oefenen. Goed, ik ben Natasja van Yoginisu. Hebben we Bubbles inmiddels gevonden? Bubbles, die ligt lekker in de plant. En we groeten jullie. We gaan natuurlijk nog even liggen in de Shavasana. Dat doen we elke keer na de oefening. Ik doe het ook om even tot rust te komen na de opname. En jullie doen het dus ook. Wij groeten en we zeggen tot volgende week. Doei doei! This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.